Easy Bread broodbakmachine. We zagen hem op de huishoudbeurs. Hij is nu te koop bij de Blokker. En is het wat? We gaan een broodje bakken. Puro hebben we, wit brood. Er zijn 6 verschillende pakjes waar je uit kan kiezen. Maar wij doen vandaag even deze. En we beginnen met warm water. Normaal gesproken zou je in het bakblik je mix doen, het water doen. Maar in dit geval niet. We zetten het bakblik hierin. Hier gaat de capsule in. Even verschudden. Dit laat je erop zitten, want hij gaat er zo in. Dicht en start. Zo simpel is het. Nu 2 uur wachten. Yes! En niet met je blote handen pakken, want dat doet zeer. Nou, kijk eens. Hopla! Dus hier zit nog die haak in, dus die moeten we even uit diepen. Hij is hier wat harder dan hier, maar op zich ziet hij er goed uit. Nou, ah, mooi broodje. En we gaan een stukje proeven. En we hebben deze en andere broden natuurlijk de hele week al als lunch gehad. En Linda gaat ook proeven. Wat vind je van deze? Nou. Beetje taai. Maar jij hebt ook gekeken, wat zit hier nou in? Ja, nou ja, ik dacht laat ik eens kijken wat er dan allemaal niet in zit. En wat er dan in een gewoon pak mix zit. En, maar ja, hier zit eigenlijk ook geen kleurstof of aroma of conserveermiddel in. Dus dat is niks bijzonders? Dus nou, hier zit dan nog vitamine C aan toegevoegd als meelverbeteraar. Maar hier zit dan weer acerola fruitpoeder in. Ja. En acerola is een vrucht die rijk is aan vitamine C. Dus eigenlijk heeft het gewoon dezelfde functie, alleen een andere naam. Dus eigenlijk vergelijkbaar. Ja, wat wel een nadeel is aan de Easy Bread mixen, is dat die toch wel wat zouter zijn dan de gewone broodmix en broden die we gewend zijn. En met name de glutenvrije broodmix, die bevat 3 gram zout per 100 gram. Dus dat is echt veel te zout. Ja, dat willen we niet, toch? Nee, geen aanrader. Als ik nou een gewone broodbakmachine had gehad, dan had ik dit nu gewoon even omgespoeld en schoongemaakt en dan was ik klaar geweest. Maar deze moet je nog schoonmaken van binnen. Moet je kijken, dat bakje is niet helemaal leeg. Er zit nog allemaal meel in. Dus wat krijg je erbij? Kan je de boel schoonvegen? Moet je dus de bak wel er weer in hebben, hè? Anders dan is het een drama. Allemaal meel! Is hier ook nog meel? Conclusie. In 3 stappen brood klaar. Klopt, ging hartstikke makkelijk. Het brood is prima brood, smaakt lekker. Maar dit brood is veel zouter dan gewoon brood. En dat is niet zo gezond voor je. En je moet van alles schoonmaken naar de hand. Ook niet zo makkelijk. En wat kost dat nou eigenlijk, vraag je je misschien af. Nou, €150. Een gewone broodbakmachine heb je al vanaf zo'n €55. En deze zijn ook niet bepaald goedkoop. Zo'n mix van Koopmans heb je al voor 99 cent. €2,50. Easy Bread broodbakmachine. Ik zou het niet doen. Wil je nou wel een broodbakmachine? Koop dan gewoon een andere. Kijk op onze site, daar staan specificaties en prijzen van broodbakmachines. En er zijn er, die zijn goedkoper en die hebben ook meer mogelijkheden.